Nieuwegein op de Galenkopperlaan. Surveillante Patrick en Jeroen zien in de verte een Volkswagen Passat opdoemen die stilstaat op de voorsorteerstrook. Dit is natuurlijk niet de bedoeling en Patrick spreekt de bestuurder aan. Goeiedag. Hoi. Politie. Oké, ik was even aan het bellen met mijn vriendin, sorry. Ja. Die zit in een scheiding. Die zit in een scheiding. Het gaat niet zo goed. We gaan nou naar huis. Ja. Maar volgens mij heb je ook wat gedronken of niet? Ik heb 2 wijntjes op, verder niks. Je hebt 2 wijntjes op. Woon je in je auto of? Ja, zo kan je het wel noemen. Ik ben thuis, andere keer niet. Dus. Oké, nou, stap even uit, ja. Wat is er met je voorruit gebeurd? Stenen. We lopen even die kant op, want we staan midden op de weg. Hey, je mag even een hele diepe teug lucht nemen. Ja, is goed. Krachtig uitblazen tot ik stop zeg. Ga je gang. Blaas, 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 blazen. Nou, je blaast niet helemaal goed. Je moet echt net alsof je een ballon, blaast, eromheen en dan krachtig uitblazen. Het is maar een klein blaasje, maar je moet wel blijven blazen totdat ik stop zeg. Is goed. Ga je gang. Blazen, 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 blazen. Je blaast niet. Werk je gewoon mee? Ik werk gewoon mee, tuurlijk wel. Maar waarom blaas je dan niet goed? Je blaast echt niet goed. Voor mij is dit allemaal nieuw, joh. Kom nou. Heb je wel eens een ballon opgeblazen? Nee hoor. Ballon wel? Binnen al 2 keer. We hebben je al 2 keer gestemd voor alcohol. Dat wist ik wel. Kom maar. Het is niet nieuw. Sorry. Ja. Blazen, 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 blazen. Hou maar. Je bent met deze bij je aangehouden. Okay. Voor het rijden onder invloed. Sorry. Nou ja, hoef je geen sorry voor te zeggen. We gaan heel even vervoer regelen en zorgen dat we op een bureau komen. Moet ik daar je mee rijden of hoe gaan lopen? Nee, er komt een auto aan om je even over te brengen. Ik ga me nou flink irriteren nu. Nu ben ik in één keer weer heel anders. En ik weet dat je blijkbaar daarom zo tegen mij praat. Maar ik ben geen schoolkleuter, dus neem me gewoon mee. Ik blaas gewoon. Nou, maar luister, ik praat gewoon heel normaal tegen je. Nee, dat doe je niet. Je bent heel intimiderend. Wil. En ik vind hem iets sympathieker, dus ik heb liever dat hij dan tegen mij praat. Ja, omdat hij nog geen woord hebt gezegd. Maar heel fijn. Ik ga het ook niet overnemen, want ik weet niet wat het over gaat. Je hebt energie voor mij. Wat ik zeg als we meegaan, eventjes filmen thuis, misschien legt ze nog te neuken met een ander. Als ze dat dan ook filmen, wat is hoe noem je dat dan? Ja, dat weet ik niet. Wegmisneukers misschien. Dat zou zomaar kunnen, ja. Mijn buik is vol, joh. Ja. Met dat 15 jaar gedraaid, met typisch gewerkt, 80 uur de week. Ja. En dan zeg je, je bent een vieze hoer, omdat je alle jaren relatie hebt en een gat zijn daar waar geen dingen voor. Ze voelt zich geïntimideerd omdat ik een vieze hoer zeg en ik word 2 weken wassen. Dat komt niet meer. Ja. Hij loopt even mee, met die auto gaan we naar het bureau. De bestuurder mag mee naar het politiebureau waar hij een tweede blaastest moet afleggen aan het ademanalyseapparaat en waar hij zijn complete levensverhaal uit de doeken doet. Het is alleen maar frustratie voor mezelf op dit. Maar ik snap het ook wel. Jezus Christus. Kindje van 11. Ik weet geen eens naar welke school ze gaat, joh. Ja, en dat is gewoon kloten. Jezus Christus. Ik haal mijn leven, weet je dat? Echt waar? Ja, ik... Nee. En als je nog even door een handje jullie ook. Weet je dat ik nog moet voorkomen ook daarvoor? Voordat het ging, ja? Ja, maar wij hebben het over godverdomme, joh. Mag ik zeggen, je bent een heks. Je bent een hoer. Mag het? Ja, een relatie. Jezus Christus. Waarvoor heb je daar een hoer genoemd, zei hij. Op zijn justitie. Ik zeg, omdat ze ja, het leuk is met branden. Nou, dat is niet gepast. Ik zeg, wat moet ik dan doen? Kloofbijl halen. Dat is, die stond al klaar, zeg ik. Ja. Omdat ik hard werk, is het daarvoor. Jullie zijn niet goed, joh. Ik zeg, maar jij hebt geen vrouw, hè? Je bent homo. Dat heb ik nog wat snel, sorry. Neem je het op? Wist ze. Ik ben gelukkig geen... Dus ik voel me niet aangesproken. Je bent niet tot antwoorden verplicht. Mijn lips als shield. Nee, zeg maar wat je moet weten. Even kijken. Wat is je naam ook weer? Patrick. Je bent helemaal geen Patrick, er staat niet bij je. Nee? Meer een George. Je alcoholgebruik over de voorafgaande 24 uur. Wat heb je gedronken? De laatste 24 uur. Even kijken. Dus niet even waar je vanavond naar binnen hebt geklokt, maar alles. Ik heb gewerkt. 6 wijntjes, dat is het. Sorry. Glaasjes wijn? Ja. Ik heb over de voorafgaande 48 uur wel of geen andere middelen of stoffen gebruikt. Ik heb te denken over GBH, maar ik heb het niet gedaan. Dat wou ze niet. Oh, en wat er dan gebeurt? Oh, wat een seks. Mag ik dat zeggen? Seks? Ja, je mag alles zeggen. Wat een sexy dame heb je, joh.
Verschrikkelijk, alles gaat openstaan. Hebben we verder wat? Ja. Ik weet waar ik het over heb. Hey, voelde je wel of niet in staat om je voertuig naar behoren te besturen? Ja, natuurlijk. Is al stil. Nee, sorry. Ja, tuurlijk. Wil je verder nog iets verklaren? Dat ik van je hou. Nou, het was eerst anders, maar nu hou ik van je. En we gaan wat drinken om 6:30. Nee, ja. Mijn naam is... Ik ben aangehouden voor drank. Ik ben niet daar blij mee. Maar die jongens die mij helpen... Ja, die zijn toch wel een beetje lastig. En ik ben ook lastig. En wat dat betreft, ja, ze staan wel in hun recht, hoor. Wat dat betreft, het is hun vak. Inderdaad, het is hun vak. En daar hoort dus ook een tweede blaastest aan het ademanalyseapparaat bij. Ga jij het doen? Ja. Oh, dat zit ik goed. Oh, ik ben... Deur dicht. Nee, die filmen. We gaan wat rommelen. Kom nou. Hé, diepe teug. Even krachtig uitblazen, druk stop. Ga je gang. Hoeveel koud krijg ik? 2. Blazen, 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 blazen. Hé, gelukkig. Dat is 1. Hé, luister. 370. En je bent nog in opbouwende fase. Maar goed, 235 UGL is, vanaf dat is het strafbaar. Bij 570 wordt je rijbewijs ingenomen. Maar dat hoeft niet, want je zit op 370. Ja. Dat is in ieder geval de hulpoptie. Ik kom er niet meer uit. Mag ik dat zeggen? Ja. Ik kom er niet meer uit. Nee, maar wat kunnen we doen om je te helpen? Een overdosis LSD. Ja, nee, die kan ik je niet helpen. Maar ik moet ik vragen of er iemand van hulpverlening contact met je zoekt? Of, dat heb ik al gehad. Ja, en we zijn er ook om mensen te helpen, hè, als politie. We zijn er niet alleen maar om te zeggen van, joh... Yeah. Je bent een verkeershufter en we pakken je daarvoor aan. Dit is gewoon stom, maar daar krijg je nu je straf voor. En waar je nu mee zit, dan ga ik gewoon kijken of ik je kan helpen. Ik zal je zo mijn kaartje geven voordat je weggaat. Je bent toch leuk. Ja. Vind je dat? Dat vindt mijn vrouw ook. Kijk, hou me tegen en klaar. We filmen. En toch hou ik van hem. Ondanks alles. Hey, dankjewel. Rustig aan. Ik hoor het van de week, hè? Oké. Okay. Neem op, hè. En niet gaan rijden, hè? De bestuurder mag lopend verder en afhankelijk van zijn verleden op alcoholgebied bepaalt de officier van justitie de hoogte van de strafmaat.